Op het Stratumseind in Eindhoven is ondernemer Paul van Bokstel druk bezig met de opbouw van 14 dinnerdomes. Deze kunststofkoepels met een diameter van 3,5 tot 5 meter blijven 3 maanden staan. Er kunnen zo'n 5 tot 12 personen in om te dineren. Op donderdag is de officiële opening. Café-restaurant Thomas serveert dan een samengesteld menu. Van Bokstel vond de dinnerdomes in Litouwen. Voor carnaval moeten de koepels weer weg. Dan wil de ondernemer ze aan andere partijen verhuren.